welkom bij Game Bytes. Ik ben Erwin Vogelaar en het is weer Spelunky-tijd. De nieuwe Daily Challenge. Eén kans om dit level te spelen met heel veel anderen in de wereld. Ga je dood, dan is het voorbij. En het is vandaag volgens mij de 16e. Ja, zaterdag 16 november 2013. Zaterdag was, had ik wel door. Goed, is er nog is wel een andere weg om met hondje te komen zonder daar dan een bommetje voor te gebruiken. Dus we lopen gewoon even om. Het goud mee. Spring ik toch zomaar even mis. Even goed opletten. Die is weg. Een slangetje. Nou gaan we gewoon door naar 100 meter diepte. En een likje natuurlijk. En met dat likje van het hondje krijgen we een extra hartje. Nou, dat snappen jullie inmiddels vast wel. Hey, zit je hem opgesloten? Dat is toch ook wat? Nou, dan maar wat bommetjes verbruiken. En willen we naar het winkeltje? Ja. En hier kan ik mijn hondje offeren. Nou, dat doen we niet. Ik neem de spike shoes waar ik dus recentelijk ben achtergekomen dat het ook helpt met het op vijanden springen. Niet onbelangrijk. Ik wist al dat het hielp bij, bij de ijslevels, dat je niet uitgleed. Die hond vindt het allemaal niet erg. Links gaan. Nee. Zonder van mijn bommetjes wordt goud. Ik heb liever meer bommetjes dan een paar beetje goud. En we gaan dieper 200 meter. Hé, wat zit je hoog? Niet, kan ik die sprong toch niet maken, dus het zonde van metaal. Of nee, dat kan volgens mij wel. Even kijken hoor. Is hij nou hier aangehangen? En dan op, ja, kijk. Tip van de week. Van de dag. Nou ja. In ieder geval een tip. Daar zat een parachute in. Dat betekent als ik een keer val, te hoog val, dan spinnen, dan gaat die parachute automatisch uit. Dan
kom ik toch veilig op de grond terecht. Oh, weg, 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 weg. Dat gebeurt me te vaak. Als ik dan die hond heb ingeleverd, even zo te zeggen, dan naar de uitgang loop en de hond aflever. Nu zeg ik het dubbel, maar je snapt wat ik bedoel. En dan denk ik van, nou, nog even verder op onderzoek uitgaan. Ik weet, mis ik wat. En dan gaat het altijd mis. Dan raak ik altijd wel een hartje kwijt. Nu zat er al zo'n enge vleermuis in de weg. En dacht ik van, nou, weet je wat. Ja, hier denk ik ook, weet je wat, vergeet het maar. Is het gewoon niet waard? Zit die hond hier naar boven? Ik hoor hem wel. We moeten ergens in de buurt zijn. En dan hoor ik hem weer. Misschien iets verder naar beneden. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Op. Oh, 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 oh. Ah, hier rechts. Drink zo lekker. Potverdikkie. Ja, dat is jammer. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Oh, leaderboard. Ja, nee, dat is jammer. Eindelijk iemand in de leaderboard. En dan... goed. Hey, nog een keer bedankt voor het kijken.